rechts ziet is een leeg schip. Dat het achteraan ballast heeft gezet, zodat de achterkant zakt. Anders kan het niet onder de lage bruggen en de sluizen gaan door. We zijn op het kanaal Noor in de richting van Evry. Boven de sluis. Hij gaat zo open. Ik kom heel zachtjes naar voren. Dat we meteen naar buiten kunnen als de deur zo aan zal. Er passen twee spitsen in de sluis. Maar we hebben nu weer alleen geschud. Want er gebeurt ons vrij veel. Wat we hier tegenkomen is een zogenaamd Canal du Nord-schip. Die halfmeter zijn dus speciaal gemaakt voor de sluizen in het Canal du Nord, dat ik er net door kan.
weer schutten we in ons eentje. En dan maken we het schip dus niet vast. Laten we gewoon drijven. Dat kan hier goed. Dat de sluizen wat minder krap zijn dan ze lijken. Ze zijn 5,70 meter breed. Wij zijn 5,7 meter. Dus we hebben 63 centimeter over. J'avais un souci à mon porte-aval, donc ils ont résolu le problème. J'ai un montage sorti de la 6, je vais l'attendre hein, du coup. Ils n'ont pas une bricole ou deux à faire à finir. Dus we hebben bij het invaren aan allebei de kanten iets meer dan 30 centimeter.